Ja, voorzitter, ik zat zo te luisteren naar de antwoorden van de heer Ergin. En ik neem een kleine voorschot op mijn eigen inbreng. Die gaat over de vraag, waar integreer je naartoe? En volgens mij hebben wij hier een joods-christelijke beschaving waar de samenleving opgebouwd is. En in de joodse wereld heet dat je andere wang toekeren. Als iemand iets tegen je zegt wat je niet bevalt. En in mijn traditie heet dat de gulden regel. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En daarom zou ik eigenlijk aan de heer Ergin willen vragen. Is er een evenknie daarvan in de islamitische traditie? Want ik vind het zo jammer dat als er eigenlijk een terechte vraag komt over wat er gebeurd is de afgelopen tijd. En de vraag waarom denk de verklaring tegen jodenhaat niet ondertekend, dat hij eigenlijk alleen maar kan komen met tweets van een mevrouw die in 2006, want volgens mij stammen ze daaruit, nog columniste was. En eigenlijk jijbakken doet. Dus is er een islamitische variant op wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Of zoals Michelle Obama dat noemde, if they go low, we go high. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Ergin. Ja, voorzitter, volgens mij wordt hier gevraagd aan mij om een soort van een religieuze uitspraak te doen. Nee, ik ben Tweede Kamerlid. Nee, zeker niet, voorzitter. Ik ben geen imam. Cultureel, dus ik, cultureel is dit. Ik ben ook geen antropoloog of een socioloog. Ik ben hier Tweede Kamerlid. En ik vertel hier hoe ik kijk naar de samenleving. En waar ik ook als jonge Nederlander, ik word steeds ouder, maar ik ben nog steeds een jonge Nederlander, al jarenlang tegen bepaalde barrières aanloop. En dat in mijn omgeving zie. En ik probeer dat te duiden hier in dit huis als Nederlander. En ik ben geen imam, ik ben geen socioloog, maar wel ervaringsdeskundige. Helder, dank u wel. Heeft u nog een vervolgvraag van mevrouw Keijzer? Ja, en daarom dan de vervolgvraag. Ik ben hier volgens mij een klein beetje de voorzitter. Ja, nou bijna, ik was mee bezig. Dus, maar misschien kunt u een vervolgvraag stellen. En, ja, daar heb ik een mooi knopje voor je. En kunt u uw vraag kort stellen aan de heer Ergin? Voorzitter, dit is buitengewoon ongebruikelijk wat u nu doet. Een Kamerlid het woord ontnemen die alleen maar in de veronderstelling was dat zij het woord inmiddels van de voorzitter had gekregen. Ik vergeef het u, want u bent nog nieuw hier. Maar dit, hier moeten we het toch maar eens over hebben, want dit is toch wel echt laten we dat zeker doen. Heel bijzonder dit. Maar goed, het is u vergeven. Dan toch nog even richting de heer Ergin. Het was geen vraag naar een religieuze benadering. Het was een vraag naar onze culturele omgang met elkaar. De tradities waar onze beschaving op gebouwd is. En ik hoor Denk ook altijd zeggen, wij mensen vertegenwoordigers van Denk ook altijd zeggen, wij zijn tegen alle vormen van discriminatie. Waarom dan nou niet ferm stelling genomen? Dat doet namelijk de andere vormen van discriminatie waar u terecht tegen strijdt. Tegen mensen met een andere huidskleur, tegen mensen met het islamitisch geloof. Zou het juist zo goed doen als u nu hier ook zou zeggen, dit is onacceptabel. En dan dus ook onder zo'n verklaring gaan staan met z'n allen. Het is zo triest dat FVD en Denk daar niet onder staat. Het is zo triest, voorzitter. Dank u wel. Vraag aan de heer Ergin. Ja, voorzitter. Wat ik triest vind is dat we in dit land wet en regelgeving hebben waarin we op basis waarvan we tot de conclusie komen of iets wel of niet discriminerends is. Er is op dit moment aangifte gedaan vanwege smaad en laster. En ik zie dat heel veel politieke partijen nu al, dus voordat er al een resultaat is van die aangifte, voordat het OM er al naar heeft gekeken, politieke partijen tot een bepaalde conclusie komen waarvan het gebruikelijk is in het huis dat je eerst de resultaten afwacht. En voorzitter, ja, nogmaals, het gaat er mij niet om of het wel of niet onsmakelijk is. Dat kan verschillen per persoon. Ik prefereer ook om mijn mening op een andere manier naar voren te brengen dan het verstoren van een concert. Maar hier gaat het, voorzitter, en dat is ook het probleem waar we het in dit huis over moeten hebben, dat alles of te veel, te pas en te onpas wordt onder het woord antisemitisme wordt genoemd. En daar zijn wij het gewoon niet mee eens. Dus voorstellen, als die van de BBB komen, van de VVV, om antisemitisme aan te pakken, die steunen wij. Dat hebben we in de afgelopen jaren gedaan. Dat zullen wij blijven doen. En ik hoop dat we, als er ook voorstellen zijn om niet alleen antisemitisme, maar ook andere
problemen, andere uitdagingen zoals moslimdiscriminatie die in alle cijfers naar voren komen, dat we daarin samen kunnen optrekken en daar daadwerkelijk beleid op kunnen formuleren in plaats van het tekenen van alleen maar verklaringen. Voorzitter. Dank u wel. Dan is er nog een vraag van de heer Vlag. Voorzitter.